Ik ben Katja Montene, directeur van onze school. Ik probeerde mijn lessen op een actieve en toffe manier aan de slag te gaan om zo goed mogelijk Frans te leren schrijven en spreken. Ik vind het dan ook belangrijk om een goede band op te bouwen met mijn leerlingen, om ieders talent zo te ontdekken en ook met iedereen een goede band te ontwikkelen en zo iedereen te kunnen ondersteunen. Ik ervaar onze school als een heel zorgzame school. Altijd als ik met iets zit of ik iets niet snap in de les, kan ik terecht bij de leerkrachten en leerlingbegeleiding. Ik vind het een grote meerwaarde om met onze leerlingen één op één te praten over hun talenten en uitdagingen tijdens onze functioneringsgesprekken. Zij leren daaruit, maar wij zeker ook. En toen ik toekwam in het eerste jaar, voelde ik mij al direct op mijn gemak en had ik geen twijfels dat ik daar veel vrienden ging maken. Ik ben blij en trots dat ik samen met alle collega's mag werken aan kwaliteitsvol onderwijs met een hart voor elke leerling. Ik heb ook supergoeie vrienden, het zijn super toffe leerkrachten. De lessen zijn ook boeiend. Leerkrachten proberen niet altijd hun lessen door theoretisch te geven, maar steken er ook een spelvorm in. Dus dat is ook fantastisch. Ja, ik kan maar één woord zeggen. Wij zijn heel tevreden over de school en wij spreken enorm veel lof over de school. Ik ben echt super blij dat ik ben veranderd van school. Dat is mijn beste keuze tot nu toe van heel mijn schoolcarrière. Als lid van het directieteam ben ik heel gelukkig dat ik deel mag uitmaken van zo'n fantastisch team. Dankzij dit team kunnen wij ook zorgen voor de uitbouw van een warme, zorgende school. De manier hoe dat met de leerlingen omgegaan wordt naar zorg, naar begrijpen hoe dan zij zelf zijn op die leeftijd, dat verloopt eigenlijk zeer vlot. We hopen u, uw dochter of uw zoon te mogen verwelkomen op onze mooie, warme en zorgende school.